Social Science. Ik doe taalonderzoek en wat ik eigenlijk heel erg jammer vond, was dat het meestal alleen over spraak gaat in dat soort onderzoeken. En in het echt is dat natuurlijk heel erg anders, want als je met mensen aan het praten bent, dan zie je ze ook en dan zie je ze ook handbewegingen maken. Terwijl als je als proefpersoon naar het lab komt en daarmee doet aan een experiment, dan hoor je vaak alleen maar spraak door een koptelefoon. Dus wij wilden dat eigenlijk het hele, alles in één context bestuderen. Dus stel je bijvoorbeeld voor dat je in een café staat en de muziek staat heel erg hard aan en mensen zijn aan het praten. En je vriend staat aan de andere kant van de bar en je wil aan hem vragen, wil je nog iets te drinken? Dan zal hij waarschijnlijk, je niet horen of niet weten wat je bedoelt. Maar als je zou zeggen, wil je nog iets te drinken? Dan snap je het waarschijnlijk wel. En wij kijken naar wat zo'n gebaar, dus bijvoorbeeld zo'n drinkgebaar, nu eigenlijk bijdraagt ook aan taalbegrip. En dat doen we door te kijken naar hersengolven. Dus als we luisteren naar iemand en we zien tegelijkertijd ook die handbewegingen die mensen maken, dan zijn er ontzettend veel hersengebieden actief. Er zijn bijvoorbeeld hersengebieden actief die iets te maken hebben met taal, hersengebieden die iets te maken hebben met motorische bewegingen, maar ook hersengebieden die iets te maken hebben met waarnemen. En we zijn dus geïnteresseerd naar hoe die verschillende hersengebieden met elkaar praten als je bijvoorbeeld zo'n drinkgebaar koppelt aan de spraak. En hoe dat weer bijdraagt aan taalbegrip. En dat doen we door te kijken naar hersengolven. En hersengolven worden opgebouwd uit elektrische stootjes die hersencellen afvuren. En als heel veel hersencellen dat tegelijk doen, dan kunnen we dat ook meten met een MEG. Proefpersonen kijken naar video's en in die video's zien ze een vrouw staan en die vrouw die zal een Nederlands werkwoord uitspreken. En daarin kan het geluid of heel ruizig zijn of kan heel goed te verstaan zijn. En soms zal ze daar een handbeweging bij maken en soms niet. En soms zal die handbeweging ook matchen met het werkwoord en soms niet. Nou, we kijken dan bijvoorbeeld naar die hersengolven om te kijken wat zo'n gebaar ook bijdraagt aan taalbegrip. En dat doen we niet alleen met mensen die Nederlands zijn. Dus we kijken ook naar mensen die Nederlands als tweede taal hebben geleerd, maar die nog niet helemaal vloeiend zijn. En op deze manier kunnen we dan misschien ook weer bijdragen aan nieuwe methodes, bijvoorbeeld om beter een taal te leren. Maar kunnen we bijvoorbeeld ook weer trainingen ontwikkelen, waardoor mensen met een taalprobleem geholpen zouden kunnen worden, of mensen die slechthorend zijn. Op dit moment ben ik eigenlijk vooral aan het programmeren voor mijn analyses. En tegelijkertijd zijn we ook een nieuw experiment aan het testen. En ja, dat programmeren dat doe ik ook het liefste zelf, want dan weet je op die manier ook een beetje hoe je eigen code in elkaar zit en hoe je analyses ook weer zijn opgebouwd. En wat ik vaak merk dan is dat ik dan ook eigenlijk meteen ook de tijd verlies, zeg maar. Dus dat ik daar ook echt de hele dag mee bezig kan zijn. En ja, met de test is het zo dat je vooral veel participanten hebt die langskomen door de dag heen. Dus iedere dag is eigenlijk heel afwisselend. Nou, in onze onderzoeksgroep doen we naast onderzoek naar handbewegingen in taal, doen we ook onderzoek naar gebarentaal. En er werkt ook iemand bij ons die doof is. En hij heeft ons lessen Nederlandse gebarentaal gegeven. En dat vond ik vrij bijzonder, want dat had ik anders natuurlijk nooit geleerd. En op deze manier kunnen we toch met hem communiceren ook. Faces of Science.